Yo mensen, allemaal van harte welkom bij een nieuwe kookvideo op Planet Michel. Het is takkenweer buiten, het regent als een malle, harde wind. Dus ja, extra leuk om dan lekker in de keuken te rommelen met mensenvoer. Vandaag een hele gezellige kookvideo, want ik krijg twee eten zometeen. Mijn oom, ome Joop en Wilbert van Eve of Dawn. Mijn vaste kijkers kennen Eve of Dawn wel, maar ken je Eve of Dawn niet? Check dan even het linkje bovenin. Dan weet je meteen wat het is. Nou, ome Joop is met van alles bezig. Hij schrijft boeken, hij maakt carnavalsnummers, hij speelt in musicals, van alles en nog wat. En nu heeft hij binnenkort weer een auditie voor een of ander iets. En dan moet hij een nummer van Boudewijn de Groot zingen als auditie. En dan heeft hij de instrumentale versie nodig. Nou, ik heb zitten kijken op YouTube voor de instrumentale versie, kon ik niet vinden. Dus dan heb ik Wilbert gevraagd van, zou jij misschien een keertje langs willen komen om dat nummer even in te spelen op je gitaar. Nou, dat vond hij leuk. En bij deze Wilbert, ik weet dat je het heel druk hebt, dus super tof dat je dit doet. Nou, hartstikke leuk. En toen dacht ik, ik nodig ze gewoon allebei tegelijk uit. En dan gaan we even eten en dan gaan we daarna dat nummer opnemen. En Joop die vroeg van, ja, kunnen we misschien ook een versie opnemen met video erbij voor mijn YouTube kanaal. Want Joop heeft ook een YouTube kanaal. En er staan nog niet zoveel dingen op, maar dat komt binnenkort wel goed. Dus mensen, check even het YouTube-kanaal van ome Joop via de link die nu bovenin verschijnt. Vindt hij hartstikke leuk. Ga abonneren. Hij moet meer abonnees krijgen. Goed, wat gaan we eten? Ik ga een simpele, maar hele lekkere pasta maken. Daarvoor hebben we nodig. Ik heb hier tricolore pasta. Verse champignons. En hier heb ik lekkere Italiaanse schapenkaas. Pecorino. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik spreek geen Italiaans, maar lekker kaasje in ieder geval. Rucola, runde gehakt, kalkoensalami. En mijn eerste idee was om gewoon een lekkere tomatensaus te maken van gezeefde tomaten, tomatenblokjes of vers tomaten. Maar toen kwam ik in de supermarkt en toen dacht ik koop gewoon een pot van deze saus. Dit is gewoon tomatensaus met ricotta eroverheen en een beetje gekruid. Super lekker. Ja, ik denk waarom niet? Nee, ik gebruik dit vaker en dan maak ik er geen video van omdat ik denk van joh, dan komt het uit een potje. Dat kan niet in een kookvideo, maar fuck it. Planet Coke is bedoeld voor simpele en makkelijke gerechten en er mag best af en toe een potje bij. En dit is echt goed, ik heb hem geproefd, dus deze ga ik lekker gebruiken als basis. En dan vergeet ik nog bijna deze. Dit zijn twee baguettes met knoflookboter aan de binnenkant. Gooi je gewoon even in de oven, dat is heerlijk om erbij te eten. Ik ben gek op deze dingen, het kost maar een euro bij de supermarkt. Nou mensen, over een klein uurtje komen Wilbert en Joop, dus ik ga gauw beginnen. Blijf vooral kijken. Oké mensen, dan ga ik eerst even water opzetten voor de pasta. Beetje olie erbij. Ik doe er voor de smaak even een runderbouillon blokje bij in plaats van zout. Dat vind ik veel lekkerder. Oké mensen, ik ga de salami bakken zonder olie ofzo, want er zit genoeg vet in. Ik snijd de plakjes even door de helft. Even een stukje voor Lina. Meer poes. Nou, dat is wel genoeg denk ik. Het is zoveel. En dan ga ik in de tussentijd even de champignons snijden, want die ga ik zo meteen bakken in het vet van de salami. En dan komt die smaak er lekker in. Heerlijk. Nou, ik haal de salami er even uit. Meteen de champignons erbij. Cheers mensen, ik neem van zijn biertje. Dan doe ik nog heel even die salami erbij. Ja, die salami begint lekker knapperig te worden. Een beetje net als bacon, echt lekker. Alright, dit kan eruit. Het gehakt erin. Want dit is 300 gram trouwens. En die salami was 100 gram. Nou, die kookt ook bijna. Nou, kijk eens aan, dan kan de pasta ook gaan koken. Nou, pasta een minuut of 8 denk ik. Niet te gaar, een beetje al dente. Dan doe ik de saus erbij. Zo, nou even opwarmen. Oh, dat is echt goede saus mensen. Heerlijk. Love it.
Nou, dan gooi ik de champignon van de salami weer terug. En dan roer ik het alleen even door elkaar. Nou, zet ik de pan uit. En dan warm ik de saus zo meteen weer op als Wilbert en Joop te zijn. Dan komt het allemaal goed. Nou, de pasta is bijna klaar. Die ga ik zo afgieten. En dan is het even wachten op Joop en Wilbert. En dan gaan we lekker eten. Ah, daar is de eerste. Sorry voor mijn bel, mensen. Hey. Hallo daar. Welkom. Dank u. Ik zet de gitaar maar even in mijn kamer, hoor, denk ik. Ja. Ja. Joop komt er ook nog bij zo. Oh, wat een beetje krap. Ja, daar is oma Joop. Hey. Hey, Joop. Welkom. Oh, oh kijk, daarom kort gelijk. Wat ben je, nat? Het regent, man. Het giet. Jeetje. En het is donker buiten, dus dan moet je die straat naar me kijken. Want je hebt natuurlijk al die straatjes. Dus ik moet af en toe uitstappen om te kijken of ik wel de goede straat inrijd. Dus met binnen. Goed, leuk, gezellig. Ja. Hartstikke goed. Welkom. Dankjewel. Yo. Nou, de mannen zijn aan het oefenen in de kamer. Ik ben het eten aan het afmaken. We gaan zo lekker eten. Nou mensen, het eten is klaar. Ik ga bordjes maken en dan roep ik ze zo uit de kamer. Ze zijn nog steeds aan het oefenen. Kijk, ik doe het even zo. Dan begin ik met een beetje rucola. Pasta. En meer rucola. En dan doe ik het van die Italiaanse kaas eroverheen. Zo dan. En nu maak ik gelijk de twee andere borden. Nou, stokbroodjes. En nu moeten ze echt komen, anders wordt het koud. Hey, smakelijk. Hoe ging het oefenen? Ja, dank je. Ja, dank je wel. Nee, dat ging heel goed. Ging perfect. Perfect. Mooi. We hebben een ander systeem gekozen. We hebben dus niet het tokkelen gekozen. Maar we zijn nu overgegaan op de slaggitaar. Mm. En dat gaat eigenlijk beter. Beter, ja, sowieso. Dat gaat beter. Tokkelen is sowieso natuurlijk best lastig. Maar hij tokkelt geweldig. Maar ik vind het met de slaggitaar. En dan wijk je ook af van hetgene wat eigenlijk altijd gedaan wordt, origineel. Dan maak ik iets eigens van. Heel goed, heel goed. Ik ben blij. Top. Lekker, joh. Ja, het is goed gelukt. Echt lekker, man. Ja. Jo, vertel nog eens even aan mijn kijkers over je YouTube-kanaal. Ik heb het al in het begin van de video verteld, maar doe het zelf nog een keer. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk een eigen YouTube-kanaal. Dat heb ik ook nu voor de katse dingen. Dus het wordt hoog tijd dat er nou een soort mensen gaan abonneren op dat ding. Dus met z'n allen abonneren of een duimpje omhoog, het interesseert me niet. Kijk ernaar en word abonnee. Dat vind ik leuk. Voor de katsenpoes. Voor de katsenpoes. Voor de katsenpoes. En Wilbert, bedankt dat je in je drukke leven even langskomt om voor Joop dat liedje te spelen. Hartstikke leuk. Altijd leuk om te doen. Ja, toch? Ik dacht, we maken er even een leuk avondje van. Even eten. Ja, leuk. En zo. Nou mensen, fijne dag verder. Wij gaan verder eten en ik zie je bij een volgende video. Doei doei. Later.